Ja, je moet wel. HCC heeft toch aan het langste eind getrokken. We willen toch, omdat het een hele spannende pot was geweest, hebben we Man of the Match gekozen. Er zijn een aantal die ervoor in aanmerking kwamen. Laurens heeft eigenlijk de hele innings gedragen voor HBS. Matthijs heeft aan het eind de staart heel goed opgerold. Maar Volker... Volker heeft een hele belangrijke bowling innings gebot. Vier belangrijke wickets op hele belangrijke momenten. Dus vandaar Man of the Match, gefeliciteerd. Super. Dan rest mij nog alleen maar de winnaar zo lekker medaille te geven. Ik wil wel nog even zeggen dat ik denk dat het uniek is dat er binnen twee teams hier 13 jongens in de KNCB-selectie zitten. Dat betekent dat wij als clubs met de jeugd enorm goed bezig zijn. Dat is goed om te zien. De wedstrijd vandaag laat het weer zien. Een echte finale, spanning, sensatie, hele goede prestaties, teleurstelling, emotie. Ik vond het erg leuk om te zien allemaal.
En ik hoop dat we nog vele jaren zo als teams met elkaar om kunnen gaan en wedstrijd tegen elkaar kunnen spelen. Want ik denk dat er voor beide clubs een mooie toekomst in de visie zit. Leuk voor alle jongens van HCC een medaille. Als die één voor één naar voren kunnen komen met de captain als laatste. Ja? Gefeliciteerd jongen, super. Kijk eens. Petten af als je maar een hoofd krijgt. Heel goed, gefeliciteerd. Gefeliciteerd jongen. Waar is het? Yes. Thomas. Onze vaste Hey, 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 hey